En het Nationaal Informatieinstituut benadrukt dat maandag 26 februari 2018 geen vrije dag is. Het instituut betreurt het dat een vervalste bekendmaking de ronde doet op social media. Bij die bekendmaking is gebruik gemaakt van het schabloon van het instituut. Dit is volgens de Surinaamse wet strafbaar. Degenen die zich hieraan schuldig maken, kunnen aan de hand van artikel 278 van het Surinaamse wetboek strafrechtelijk vervolgd worden. Volgens deze onjuiste bekendmaking zou aanstaande maandag een vrije dag zijn. Dit is echter niet zo. Het NII benadrukt nogmaals dat de dag der bevrijding en vernieuwing zondag 25 februari 2018 is.